dit soort modelletjes ook interessant is om het te laten zien van wat het dan precies is. Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam denkt na over hoe complexe projecten visueel vorm te geven zijn. Het is mogelijk om een 3D-model te maken op basis van de grote hoeveelheden data die de gemeente heeft. Zodat het voor burgers en overheden een stuk eenvoudiger wordt om ingrepen in de fysieke leefomgeving te beoordelen. Dit is Wouter Streefkerk, expert van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. Wouter werkt aan een nieuw inrichtingsplan van de Klaas de Vrieselaan in Rotterdam. Het nieuwe ontwerp kan Wouter invoeren in het 3D-model van Rotterdam, waarna de effecten van het plan op bijvoorbeeld de hittestress worden berekend. Wat is hier het voordeel van? Dat je zeg maar die 3D clash detectie, dat je eigenlijk beter inzichtelijk hebt wat is de opgave van een wijk of een straat op alle thema's en dat je dat samen kan brengen. Dat is eigenlijk echt een ingenieursbureau ding, dat je die ondergrond, daar zitten al kabels en leidingen en riolering en van alles in. Dat wil je hebben, dat wil je inzichtelijk hebben en je wil de opgave boven de grond hebben. En waar gaat het nou, waar ga je zeg maar vechten om ruimte? En dat je dan het gesprek met z'n allen kan voeren van ja, waar vinden we op deze wijk of op deze straat dat het voorrang heeft. In het kader van participatie, hoe voer je dan zo'n gesprek? Kijk, dit is een interessant plein. Hè? Nu zijn al die bomen er niet. En dit is een ontmoetingsplein. Dit is een soort centraal punt in Middelland, het Middellandplein. Dit is Ruud Retelingsberger, kunstenaar en ondernemer en als bewoner betrokken bij de herinrichting van de Klaas de Vrieselaan. Als ervaringsdeskundige, bewoner van de wijk, weet je dat dit een heel heet plein is in de zomer. Dat is echt niet aangenaam. Nou zijn bijvoorbeeld hier in dit pand, dat is wordt een soort verzorgingsflat voor oudere mensen. Daar komen 60 mensen te wonen. En ja, als die de straat op willen, het is hier verschrikkelijk. Het is geen aangename verblijfsruimte. En je wil die mensen ook naar buiten hebben in de zomer. Dat is een stukje wandelen, dat ze ergens in de schaduw kunnen zitten. Dus zo'n herontwikkeling van zo'n middenplein met extra bomen en minder hitte, dat is heel belangrijk. De gemeente stuurt op aangename verblijfsplekken. Maar wat is een aangename verblijfsplek? Als het 138 graden is en je moet een verblijfsplek hebben, dus je moet ergens kunnen zitten. En het moet groot genoeg zijn, dus het moet 200 vierkante meter schaduw hebben. Dit is het verschil tussen de bestaande situatie en de nieuwe situatie. Dat is dus eigenlijk wat je nu ziet in het ontwerp. Ja. Je ziet de koele plekken, je ziet hier eentje missen. Dan moeten we even kijken, is dat erg? Hoe groot is die afstand? Juist, even hypothetisch 200 vierkante meter, koele plek. Ja. Maar er wonen 12.000 mensen in de wijk. Ja. Moeten die dan alle 12.000 op die ene of 200 vierkante meter gaan zitten? En dat is wel precies waarom je eigenlijk dit, dat het fijn is dat je soort ziet wat je beleid doet. Dus je kan een soort beleid bedenken, maar Eduard die ziet nu dit en die denkt, dat is wel een ding, ja. Ja, dat snap ik. Digitale middelen die de integrale opgave inzichtelijk maken. Wat hebben we daaraan? Als onderdeel van het geheel, zeg maar, van alle kwesties die je op moet lossen bij zo'n herinrichting, is dit een heel belangrijk onderdeel, denk ik. Want mensen maken zich druk over het groen en over de hittestress en over het water. Ja. Dan geef je ook de bewoners dezelfde informatie. Dat is een beetje het idee ook. Precies. Dat ze ook de discussie mee kunnen voeren. Je wil wel het juiste niveau vinden waarop je de discussie aangaat of de dialoog aangaat. Ja, dat je dat in ieder geval kan aangaan. Juist. Het werken met het 3D-model is nieuw. Rotterdam werkt onder meer met het Taigan-platform in het Rotterdamse innovatiecentrum Vonk. En doet in samenwerking met het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam ervaring op over hoe we de stad beter, duurzamer en mooier kunnen maken.